De periode van de communiefeesten en lentefeesten komt eraan. En er zijn er heel veel mensen die beroep doen op een goochelaar voor een feest extra animo te geven. En dat is een heel leuk en heel goed idee. Maar hoe begint je daar eigenlijk aan? Hoe selecteert je de juiste goochelaar? Wel, vandaag ga ik een aantal tips geven. Hartelijk welkom, ik ben Koenraad, fulltime beroepsgoochelaar. Mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer je dan eerst onderaan op mijn YouTube kanaal. En dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe episodes van Entertainment Magic & Fun. Referenties. Best kijk eerst naar de referenties van de goochelaar. Als je enkele bedrijven ziet waar hij opgetreden heeft, wil dat nog niks zeggen. Maar als je een lijst ziet van minstens een 20-tal bedrijven, dan wil dat iets zeggen. Kijk ook naar de reacties van de mensen. Wat zeggen andere mensen over die goochelaar? Kijk op zijn site, ook op sociale media. En kijk naar het feedback, niet alleen van zijn moeder en zijn vrouw, maar ook van andere mensen. Professionaliteit. Sommige studenten of hobbyisten willen graag centje bijverdienen met enkele trucs die ze geleerd hebben. Maar goochelen is meer dan een aantal trucs vertonen. Plotte interactie met het publiek, een innemende persoonlijkheid en een goed opgebouwd programma. Dat kunt je verwachten van een professional. Geschikt programma. Ga ook na of de artiest een geschikt programma aanbiedt. Sommige goochelaars blinken uit in mentalisme of illusionisme, maar hebben daarom niet een geschikt kinderprogramma of een familieprogramma. Want het leuke is natuurlijk, mocht de artiest een familieprogramma aanbieden, dat zowel aanspreekt voor de kinderen als voor de volwassenen. Dat is ideaal. Vraag ook of dat hij zijn programma buiten kan opvoeren, want heel veel goochelaars kunnen hun programma enkel binnen in een zaal brengen. En mocht het natuurlijk een stralende zonnige dag zijn, dan zou het eigenlijk spijtig zijn als iedereen terug naar binnen moet geroepen worden voor naar de show te gaan kijken. Een vlotte boeking. Als je een offerte aanvraagt en het duurt al dagen en je hebt nog niks vernomen, als je dan vervolgens de goochelaar gaat opbellen en je raakt niet verder dan zijn voicemail, dan moet er al een rode vlag op gaan. Beeld u maar eens in hoe moeilijk dat zal zijn voor concreet af te spreken met zo'n artiest. Prijzen. Wat kost een goochelaar? Eerst en vooral zou ik u aanraden voor een professionele goochelaar in te huren. Dan zet je alvast zeker dat hij komt opdagen en dat hij de afspraken nakomt. Professionele goochelaar die kost gemiddeld tussen de €350 en €550. Ergens daartussen. Hangt een beetje af van de plaats, locatie waar het feest doorgaat, het gekozen programma, duur van het programma en ook de ervaring van de artiest. Remember, if you pay peanuts, you get monkeys. Als je deze tips in acht neemt, dan ben ik zeker dat de goochelaar die u inhuurt zal zorgen voor een meerwaarde. Mocht je het nu zelf niet zien zitten voor heel die selectie te doen, kunt je ook altijd gaan naar de site van goochelaarhuren.be. En goochelaarhuren.be is een netwerk van professionele, kwalitatieve goochelaars. Vond je dit filmpje leuk? Geef het een like, deel dat met je vrienden en dan zien we elkaar volgende week terug in een nieuwe episode van Entertainment Magic & Fun. Bedankt alvast!